na de wedstrijd was toch bij beide ploegen eigenlijk van, eigenlijk iedereen baalde van het niet te hebben gewonnen. Hoe is het bij jou nu? Als je nu deze beelden terugkijkt. Nou, ik had het toen ook wel. Alleen dat kwam doordat we op 1-0 voorkomen. En dan hoop je dat langer vasthouden. Maar ik zei ook al na de wedstrijd, overal denk ik wel dat het een verdiende uitslag is. Ja, want wat is dan het beeld van dit VVV nu voor jou in deze wedstrijd? Dat we de eerste 10 minuten best lastig hadden. Dat we daarna goed in de wedstrijd kwamen. Dat we de eerste helft zeker ook onze momenten hebben gehad. Hè. Tweede helft ook. Maar daarentegen heeft Roda ook momenten gehad. En ja. Denk ik dat het een verdiende uitslag is. Oké, okay, hoe denk jij daarover? Ik denk dat die wedstrijd al hadden moeten winnen. Ja. Ik denk, als je ziet wat voor kansen hadden in de tweede helft. Ik denk dat we mocht wel er eentje van zitten. Dus ja, hadden we die wedstrijd wel moeten op slot gooien. Ben je daar nog ziek van geweest dan? Nee, nee. Of hoe werkt dat bij jou als 19-jarige? Nee, ik bedoel, natuurlijk wil je altijd winnen, maar als je niet wint, ja, je moet ervoor zorgen dat je hem niet verliest. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Ja, ja. Oké, okay. Dat zeg je met een beetje pijn in je hart. Ja. Wat denk jij? Ja, ik vond dat VVV de Messi geslepen had. Ik vond dat wel mooi om te zien hoe ze Roda... Roda voetbal makkelijker. Heeft meer kwaliteit, maar VVV had de Messi geslepen. En was echt een verdiend gelijkspel op basis van inzet, duelkracht. En maar ook op basis van kansen. Over de hele wedstrijd gezien denk ik dat de kansen redelijk verdeeld waren. Ja,